Stap jij in een vliegtuig zonder piloot? Dit is de Universiteit van Nederland. Een vliegtuig zonder piloot. Ja, die piloot die moet daar toch zitten. Het begint al met dat er iemand moet sturen. Hè? Stabiliteit en besturing was overigens een probleem waar de Wright brothers zich grote zorgen over maakten. Dat was waar ze het meest bang voor waren. Om in een soort onstabiele manoeuvre te komen. Want ze hadden eigenlijk een heleboel van hun studies, hadden ze, hun materiaal, hun kennis, hadden ze van een Duitser, Otto Lilienthal. En Otto Lilienthal had zelf een heuvel laten maken, denk ik, bij Berlijn. Waar hij van afsprong met een soort deltavleugels. En die heeft onderzocht wanneer is het nou stabiel of onstabiel. En heeft dat ook met de dood moeten bekopen. Hij is op een gegeven moment gecrashed in een soort tolvlucht geraakt en gecrashed en heeft dat niet overleefd. En dat wisten die Wright brothers. En ja, ze dachten, nou, dat moet ons niet gebeuren. En ze vonden het ook heel moeilijk, want het was heel erg onverklaarbaar. En ze zeiden eigenlijk, dat is het laatste probleem wat we moeten oplossen. Die motor vinden was lastig, maar die stabiliteit oplossen is ook heel lastig. We hebben nu eigenlijk altijd zo'n vliegtuig. Het is een beetje dezelfde vorm meestal. Hij heeft hier een grote vleugel en hier een klein vleugeltje. Dus een horizontale staartvlak en een verticaal staartvlak. En dat was toen dus nog niet bekend. Hè. Die Wright brothers hadden ook een iets wat andere vorm, experimenteerden daarmee. En nu doen we het eigenlijk altijd zo. We hebben ook hier zit gewoon genoeg op om zo'n vliegtuig te besturen, meer dan genoeg eigenlijk. We hebben een aantal roeren, we hebben hier een rolroer waarmee je dat vliegtuig zo kan laten draaien om die as. En we hebben hier dus het hoogteroer waarmee we hem zo kunnen laten draaien. We hebben hier het richtingsroer waarmee we hem zo kunnen laten draaien. En we kunnen ook meer of minder gas geven. En we hebben dus al vier manieren om het vliegtuig te besturen. Maar zo'n vliegtuig in een driedimensionale ruimte heeft eigenlijk zes vrijheidsgraden heet dat. Je kan namelijk in drie richtingen zo bewegen. Drie assen, X, Y en Z assen kan je bewegen. Hoogte, lengte, breedte, nou kan je allemaal bewegen. En je kan om drie assen draaien. Dus er zijn zes vrijheidsgraden. En toch heb je aan vier, en je hebt zelfs aan minder, heb je genoeg om elke stand te bereiken. Dat is niet heel logisch, zeg. Als je er even over nadenkt, is toch iets geks. Nou, er zijn toch zes manieren waar je moet staan. Er zijn ook zes roeren moeten hebben. Nou, gelukkig is dat niet nodig. Want dat zou voor de piloot wel heel ingewikkeld worden. Heeft er maar vier nodig. Maar denk er maar zo over na hoe dat komt. Dit is, dat is dan die vorm, maar de vorm is eigenlijk maar één onderdeel van het verhaal. Want er zijn op zich wel een heleboel vormen stabiel, maar er is nog iets anders heel belangrijk om te zorgen dat je met zo'n vliegtuig in de lucht blijft, behalve de vorm. En dat kunnen we gewoon proefondervindelijk vaststellen. Het heeft allemaal een A4'tje, twee misschien zelfs, maar dan wil ik u vragen om van dat A4'tje een vliegtuig te vouwen. En gebruik uw fantasie, maak een mooie vorm. En dan, als ik zo meteen aftel en go zeg, dan pas gooien. En daarvoor heb ik wel even een assistent nodig, die dan helaas niet zal kunnen gooien. Maar die gaat mij helpen om te demonstreren wat zo belangrijk is voor de stabiliteit van vliegtuigen. Dan kan ik iemand van de voorste rij vragen om even, ik zie daar een hand omhoog gaan. Nou, kom maar naar voren. En dan het vliegtuigje wat je hebt gemaakt, misschien kan je dat dan even aan je buurman geven, dat hij dat kan gooien. Want in plaats van het gooien van vliegtuigjes, moet je nu onderdeel van de ontvangers van de vliegtuigjes, zeg maar. Ja. Even, dat was alleen een heel klein testvlucht. Jij moet zo meteen pas gegooid worden. Nee, even nog niet. Hier, wil je die even aanpakken? Dan zal ik zo meteen zeggen wat je ermee moet doen. Dan gaan we je proef doen. En dat is altijd toch een beetje afwachten hoe dat gaat. Maar als ik zo meteen zeg dat u allemaal de vliegtuigen kunt gooien, dan zullen er niet allemaal, helaas niet allemaal stabiele vliegtuigen door de lucht gaan. Ik reken er eigenlijk stiekem op dat er een paar bij zitten die helemaal niet stabiel zijn. En dat is te herkennen aan dat ze in plaats van rechtdoor, dus heel snel naar boven of naar beneden. Dus, maar vooral diegene naar boven kan het heel goed zien, want wat er dan gebeurt is, die gaan naar boven. En dan hangen ze stil in de lucht en dan gaan ze nog een keer. En dan weet je zeker als die dan nog een keer omhoog gaat, die is dus niet stabiel. Dus wat wij gaan proberen is, we gaan een twee of drie van die vliegtuigjes die zo'n vlucht vertonen,
beweegt ze op en neer. Die gaan we eruit pakken en dan gaan we kijken hoe we die stabiel kunnen maken. En dat gaan we doen met die paperclips. Maar dan gaan we eerst even de vliegproef zelf doen. Dus, ik ga aftellen. Ik hoop dat ze allemaal af zijn, de vliegtuigen. Ik zie allemaal hele mooie ontwerpen. Ik tel 3, 2, 1 en dan bij go, dan gaan we, oké? Dus 3, 2, 1, go! Dat is een mooie. Die ging op en neer. Deze ging op en neer. Hoeveel heb jij er? Ik lig heel erg veel. Die ziet er uitdagend uit. Laten we die proberen. Maar laten we eerst met deze beginnen. Kijk, ik zei van de vorm is, het zijn alle mooie vormen, ze zijn niet allemaal stabiel, maar er is nog iets anders wat de rol speelt. En dat is namelijk, waar ligt het zwaartepunt van het vliegtuig? Het zwaartepunt is als een soort scharnier waar het vliegtuig om draait. En je kunt je voorstellen, als je bijvoorbeeld een plankje vasthoudt in een snelstromende waterbak, als je hem achteraan beetpakt, dan zal dat ding heel snel om willen slaan. Terwijl als je hem vooraan wat meer voorbeet pakt, dan blijft hij gewoon vanzelf goed staan. En zo is het ook met de zwaartepunt. Als een zwaartepunt meer voor in het vliegtuig ligt, dan zal hij zichzelf corrigeren. En zeker als je er nog een horizontaal staartvlak aan maakt, dan zit er meer vleugeloppervlak achter het zwaartepunt, zal hij zichzelf stabiliseren. Terwijl als hij achterin staat, dan zal dat niet gebeuren. En het is ook werkelijk zo dat dat heel precies komt in het vliegtuig. Het is niet zo ruwweg achteraan vooraan. Het wordt altijd een beetje rond dat punt in het midden wordt dat gespeeld. En daarom kan het gebeuren dat je midden boven de oceaan opeens een brandstofpomp aan hoort gaan. En dan wordt er heel hard brandstof van achteren naar voren gepompt om te zorgen dat het zwaartepunt goed ligt. Maar laten we eens kijken of die theorie ook allemaal klopt. We gaan het zwaartepunt naar voren brengen door gewoon een aantal paperclips aan de voorkant van het vliegtuig vast te maken. Dus er waren er 2, 3, ik weet niet hoe erg het was met dit ontwerp eigenlijk, maar er maar een paar. Ging die wel aardig al, maar ik zag hem toch zo dansen hoor. En deze ben ik heel benieuwd. Ja, geef ook maar wat paperclips, even kijken. Wat er van overblijft. En hiermee kunnen we natuurlijk alleen maar die stabiliteit in deze richting doen. Hè. Als u tolt zo, ja, dan daar helpt geen paperclip aan. Nou, zullen we het proberen? Ja. Eens kijken, dit zouden nu dus, in theorie zouden dit stabiele vliegtuigen nu moeten zijn. Laten we eens kijken of dat klopt. Nou, die ene die tolde nog wel, maar hij ging al rechtdoor en die andere ging perfect. Dankjewel, je kunt weer gaan zitten. Ja, dus als je ooit de piloot hoort omroepen in zo'n vliegtuig van, goh, heb je een probleempje, de verdeling van de bagage en passagiers is niet helemaal goed berekend toch. Ze worden bijna onstabiel nu, als er nog wat meer brandstof verbruikt worden onstabiel. Dan roept hij misschien van, wilt u allemaal alsjeblieft van plaats veranderen? Dan moet je naar voren rennen dus, allemaal naar voren. Dan komt het weer goed. Dat lijkt heel grappig, maar dit is niet zomaar maar hypothetisch hoor. Het gaat echt wel eens mis. En ik heb een voorbeeld van een filmpje waar het dramatisch misgaat. Daar ligt het zwaartepunt te ver naar achter. En we zien hier zo'n Boeing 747. Een vrachtvliegtuig is het. Er zitten niet zoveel mensen in, maar wel een paar toch. En die lading is naar achter geschoven. En dat zwaartepunt klopt dan niet meer. En dit loopt niet goed af. Gefilmd vanuit de auto. In Rusland rijden ze veel met cameraatjes op het dashboard rond. Voor het geval dat de politie niet helemaal correct acteert, dat is in ieder geval op video. En daardoor is ook deze crash gefilmd. Die lading schoof naar achteren. Zelfs als je het op zich nog zeg maar, genoeg aerodynamische kracht hebt om een tegenkracht te bedenken. Het feit dat het zwaartepunt naar achter ligt, maakt hem zo onstabiel dat hij gewoon niet meer te corrigeren is. En daar kunnen vliegtuigen door neerstorten. En dat is hier op video, maar dat is meer gebeurd. Maar we maken ook vliegtuigen die expres onstabiel zijn. En dan zit er een automatische piloot in. En dan die regelt dat dan en die zorgt ervoor dat je het toch zo'n vliegtuig kan besturen. Want zo'n vliegtuig wat heel erg onstabiel is, dat is ook heel wendbaar. Dus dat is wel handig voor militaire vliegtuigen bijvoorbeeld. Maken we een onstabiel ontwerp en dan zetten we een computer op die het toch stabiel houdt. Maar als die piloot dan zegt, we nu heel snel naar boven, dan laat hij dat even varen. En dan gebruik je die onstabiliteit om heel snel te manoeuvreren. Dus er worden expres onstabiele vliegtuigen gemaakt. En dan zit er een computer op die hem toch weer stabiel maakt. Maar als een computer dat zo goed kan, dan kan je ook afvragen, nou dan hoef je die piloot er eigenlijk helemaal niet te hebben zitten. Dat kan dus eigenlijk wel gewoon onbemand. Hè. Dit is ook een onbemand vliegtuigje, maar dit is natuurlijk ja, speelgoed in feite.
Maar je hebt ook onbemande vliegtuigen die voor serieuzere dingen zijn gemaakt. Militairen zijn er ook dol op. En de vraag is natuurlijk, als je zo'n onbemand vliegtuig maakt voor speelgoed of voor militaire soldaten toe, maar voor passagiers, hè? Hoe zou dat voor passagiers zijn? Zou je als passagier in een vliegtuig gaan zitten waar geen piloot in zit? En ik ben wel benieuwd, hè? Stel voor, er staat zo'n vliegtuig voor u klaar op Schiphol. Dus is geen cockpit meer. Nee, dat is niet nodig, want we hebben robots die doen het nu vanzelf. Allemaal hele slimme robots, zijn goed getest, niks aan de hand. Gaat u zitten en dan gaat u vanzelf naar Amerika. Wie gaat hier zo aan boord? Nou, dat is dan een redelijk groep. En wie zegt nooit, never, als er geen piloot in zit, er kan altijd nog een bukje in zitten. Nou, er zijn nog een aantal mensen die twijfelen. Maar ik zie toch best redelijke groep die daar zo in zou gaan zitten. Dat is op zich wel hoopgevend voor de mensen die daaraan werken natuurlijk. Zonder passagiers, ik zei de militairen zijn er dol op, zonder passagiers rondvliegen gebeurt natuurlijk al. Niet alleen met die speelgoeddingen. Militairen die vliegen ook, dit is de Global Hawk, en die vliegt ook onbemand rond. Hier zitten geen wapens onder, dat roept natuurlijk wel ook meteen allemaal ethische vragen op. Hè? Want een robot die ook wapens afvuurt, nou, die is in ieder geval al in strijd met een van de eerste robotwetten, zoals Asimov die ooit dat in zijn boeken hanteert, dat de robot niet de mens mag beschadigen. Hè? Dat doen die dingen dan wel, half-automatisch, semi-automatisch, maar toch eerste stap op weg naar robots die mensen aanvallen. En er is ook altijd veel om te doen. En dat roept inderdaad ethische vragen op hoe dat zit. Je kan wel zeggen, vroeger zaten er ooit in de cockpit van zo'n Boeing 747 zaten 5 mensen. Er zat een navigator, een telegrafist, een boordwerktuigkundige en 2 piloten. Met z'n 5 bestuurden ze dat vliegtuig. En op een gegeven moment was dat communiceren deden de vliegers er wel bij. Dus de telegrafist ging weg. Navigeren, dat konden computers wel. Navigator weg. En de boordwerktuigkundige, ja, het enige wat hij grootste gedeelte deed was of de motoren oké waren. Dat kan je ook op meters aan de vliegers tonen. En dan kan ook een computer dat wel. En daarom zitten ze nu nog met z'n 2 in die cockpit. Maar als je dat gewoon extrapoleert, 5, 4, 3, ja, dan kom je toch een keer bij 0. Hè? Dus dat zou zomaar kunnen gebeuren. En we zien die hele grote. Maar het voordeel is natuurlijk ook van onbemand vliegen, is dat je het behalve groot, kan je het ook heel klein maken. En als je dus echt iets heel klein laat vliegen, bijvoorbeeld als met een klein cameraatje ergens, of te kijken, nou, dat kan voor civiele of militaire doelen zijn, je vindt het interessant om ergens te kijken, ergens een cameraatje naartoe te hebben, dan zou je kunnen zeggen, van, nou, dan heb je eigenlijk een soort insectachtig iets nodig, wat daar naartoe vliegt. En we kijken dan inderdaad, dat wordt dus gedaan, we zijn steeds kleinere onbemande vliegtuigjes aan het maken. En dan kijken we ook naar de natuur. We laten ons inspireren door de natuur bij dat onderzoek. En dat wordt ook wel biomimetics genoemd. En we kijken dan naar insecten, bijvoorbeeld een libelle. En hier zien we zo'n libelle. En zo'n libelle ziet er heel anders uit dan een vogel. Hij heeft een hele andere schaal. En dat is misschien gek, want ja, ze willen allebei vliegen. Je zou kunnen zeggen, als je een vliegtuigje gewoon klein maakt, dezelfde vorm, maar dan klein, dan gaat het ook goed. Nee dus. En dat is heel raar. Dat is omdat als je kijkt naar hoe de lucht zich gedraagt op kleine schaal, dan is het net alsof die lucht veel taaier wordt. Dus, en die insecten, zo'n libelle, die vliegt dan ook. En die gebruikt ook een principe van, ja, die maakt allemaal kolken in de lucht rond die vleugels. Daarom zien die vleugels ook heel anders aan. Die flapperen, die bewegen, is allemaal heel anders. En we hebben hier een aantal van die kleine vliegtuigjes. En ja, we kijken naar de libellen, zei ik. Dus we hebben ook flapperende vliegtuigen. En we hebben 2 collega's van mij, Erik en Lodewijk, hebben wat van die voorbeelden meegebracht. En die hebben er eentje voor mij, om even aan u te laten zien. En we zijn ook heel lang, ik vind het nu nog steeds, maar heel lang zijn we wereldrecordhouder geweest van vliegende, insectachtige vliegtuigjes met een camera aan boord. En hier zien we er eentje gaan. Hier zit een camera aan boord en deze camera, die vangt nu ook beeld. Dit is eigenlijk zijn ogen, dus een insect, zijn flapperende vleugels. We kijken dus echt niet meer naar vogels of naar vliegtuigen, we kijken naar insecten. En we kijken naar hoe we die kolken kunnen maken. We hebben ook werkelijk echte libelles in de windtunnel bekeken. Hoe die het doen. En dan blijken al die richeltjes en randen blijken nut te hebben. En dat flapperen is ontzettend moeilijk ook om te breken. Dus dat daagt ons ook meteen uit om dat nog slimmer te doen. De aerodynamici die kijken naar hoe kunnen we veranderende luchtstromingen. Hoe kunnen we dat berekenen. En hoe kunnen we dan voorspellen of dit ding kan vliegen. En dan kunnen we met zo'n camera ook rondkijken. Nou is dit meer nog de formaat van een vogel. En het nadoen van de natuur lukt ons soms heel goed. Hij is zelfs aangevallen door een roofvogel zelfs.
Maar eigenlijk willen we naar insectenschaal. Nou, dat hebben we inmiddels ook. Die was zeg maar zo'n 25 centimeter. Deze is iets van 7 centimeter. En dit is werkelijk de maat van nou, een redelijke libelle. En die vliegt ook rond met een cameraatje aan boord. En dat wordt gewoon hier in Delft gemaakt. En dat heet de Delfly. En dit is de Delfly Micro. En we willen natuurlijk nog kleiner. We willen uiteindelijk naar het fruitvliegen. Een wonder van engineering. Een fruitvliegen, zo klein. Er zit alles in. Zelfsturende computer, een vliegen, stabiliteit. Alles is geregeld in dat hele kleine dingetje. U denkt misschien, baf, vies fruitvliegen. Ik denk, wauw, wat mooi. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Dat is natuurlijk ons doel. Steeds kleiner. En in de toekomst gaan we daar vastkomen. Zo klein, dat gaan we vast nog een keer halen. Zou dat nou het enige zijn wat er in de toekomst gaat veranderen? Dat we steeds kleinere vliegtuigen zijn? Of is er nog meer wat we in de toekomst zouden willen? Daarover gaat het volgende college. En dan gaan we kijken wat er verder in de toekomst allemaal nog kan gebeuren.